In deze video. Door opdracht 3 in de test denk ik te weten wie de mol moet zijn. Een enorme hint op de ketting van een van de Mexicanen. Een hint op de muur en in de muziek. Je ziet het allemaal in deze hints en theorieën video van Wie is de Mol 2024, aflevering 7. Ja, het is zover. Het is de tijd van het feestje. Heb je iets gemist op de televisie en mist er beslist wat voor je hele visie? Dan kijk je online zondagochtend naar zien om alle hints en theorieën te zien. Moloot. Ik ben een moloot, al van psychologie, maar ben geen psycholoog. De lat ligt niet hoog, had de verkeerde mol, maar abonneer toch voor de hints en de lol. Hey mensen, wat heb ik genoten van deze aflevering. Ja, ik vond het zelf de leukste aflevering tot nu toe. Ik kon niet genoeg krijgen van de klassieke versie van de Wie is de Mol teamsong. En deze aflevering heeft me ook zoveel informatie gegeven dat ik eindelijk weet wie de mol is. Of nou ja, ik denk het te weten. Ik hoop het. Tja, ik ga het maar gewoon vertellen. Er zijn me een aantal dingen opgevallen, maar de meeste informatie kunnen we denk ik halen uit de derde opdracht uitkomst bieden. De kandidaten kunnen de eerste keer dat ze bij Rick komen kiezen tussen kijken in de testvragen en dat kost dan €500 uit de pot. Of dat niet doen en dan worden ze wellicht beloond. Ja, vooral dat laatste zinnetje, integriteit wordt beloond, dat zorgt ervoor dat kandidaten toch dan sneller geneigd zijn om er niet voor te kiezen, anders was die hele pot leeggetrokken. De mol die wil hier in eerste instantie volgens mij €500 uit de pot halen, want dan is er in ieder geval zeker dat er in de testvragen wordt gekeken en dat er dus geen €3000 verdiend wordt, want dat is iets wat de mol in ieder geval wil voorkomen. En als je kiest voor de testvragen, heb je kans dat een van de kandidaten geld op jou inzet en er dus uiteindelijk geld uit de pot kan gaan. Maar, ja, er is een grote maar. Het zit hem hier vooral in de volgorde van de kandidaten. Laten we daar even naar gaan kijken. Ja, we zien als eerste Rian geroepen worden naar Rick. Daarna komt Fons. Daarna komt Babs. En dan is er iets geks aan de hand. De volgorde is in één keer niet helemaal meer duidelijk. De montage gooit allemaal kandidaten door elkaar heen. Maar luister eens wat er gebeurt als Rosario weer binnenkomt. Dan zegt Anna, nu ben je één van hen. En daarmee bedoelt ze mee, nu ben je één van de personen, één van de kandidaten die zwijgt. Want jij hebt nu informatie die ik nog niet heb. Nu zit ik hier met allemaal personen die zwijgen. Hieruit kunnen we dus toch de volgorde halen. Die is dan Rian, Fons, Babs, Kees, Rosario, Anna. En het meest verdacht zijn hier dan Kees en Anna. Als de mol namelijk als laatste is, hoeft hij niet meer voor de testvragen te gaan. Dan hoort de mol, joh, er is al voor de testvragen gekozen. Het is veilig, je kan gewoon lekker gaan bieden. En zeker omdat de mol een tweede keer terugkomt, hoort hij vervolgens ook hoeveel geld er al is geboden, op wie er is geboden en kan de mol dus lekker rustig een bod uitbrengen. Kees en Anna zetten dan ook daadwerkelijk een aanzienlijk bedrag in op Fons. Rian kunnen we in ieder geval afstrepen als mol en doordat de montage hier dus alles in, door elkaar gooit, lijkt het alsof ze willen verbergen dat Anna als laatste was en dat vind ik juist ontzettend verdacht. Maar het wordt nog veel erger. Babs die heeft namelijk heel veel informatie gekregen doordat zij is afgevallen en weer terugkwam. Nou had zij twee verdachten. En in haar dagboek schrijft ze dat ze nu zeker weet wie de mol is. Zij is namelijk deze test volledig op één gegaan. Eén van haar verdachten. En vervolgens viel ze af. Nou, die is het dus niet. Ja, ze zat niet helemaal goed. In de vorige aflevering werd er gedaan alsof zij Fons verdacht, maar Fons was het antwoord op de vraag naast wie stond de mol en dat waren Rosario en Anna. Waarschijnlijk dus ook haar twee verdachtes. Zeker als we kijken naar de vorige aflevering waar zij graag wilde dat er iemand meeging met Anna, lijkt het erop dat ze Anna niet helemaal vertrouwt. Nou denk ik dat zij deze aflevering, en dat is een beetje vervelend voor mijn Rosario-tunneltje, maar dat zij volledig heeft ingezet op Rosario. En dat ligt vooral aan dit moment. We zien hier Babs en Rosario met z'n tweeën over. En Babs die lijkt hier te beseffen. Shit, het is voorbij. Ik ben klaar. Ik lig eruit. En waarom? Als Rosario de mol is, kunnen zij allebei niet afvallen. Want dan heb je de mol en degene die volledig heeft ingezet op de mol. Dat kan niet. Dus hier weet ze al, dan moet ik er wel uit liggen, want ik zat volledig verkeerd. En dat maakt ook waarom zij op het einde het penningmeesterschap overdraagt aan Rosario. Omdat ze nu zeker weet, Rosario is niet de mol. Daar kan ik het geld aan toevertrouwen.
En dat zou dan betekenen dat haar tweede verdachte, Anna, de mol haast wel moet zijn. En het wordt nog veel gekker. Het wordt echt bizar. Maar daar ga ik het straks over hebben. Nu eerst snel naar de sponsor van deze video. Vorige keer liet ik zien hoe ik door de tijd reisde en de wereld moest redden. Maar bij Escape Room Time heb je niet alleen gave escape rooms, maar ook VR lasergamen. Een nieuw soort lasergamen met veel actie, waarbij je elkaar moet raken in virtual reality. Ik was bijvoorbeeld een bankovervaller die in gevecht was met de politie. Een knap staaltje escapisme. Je kan vrij bewegen door de hele kamer, je kan kruipen, rollen. En dan heb je het idee dat je echt in een andere wereld beweegt, terwijl je als een gek in een lege ruimte staat te bewegen. Ja, voor de toeschouwer heel grappig. En ook voor mij om dit terug te zien. Het is voor jong en oud, families, bedrijfsuitjes of kinderfeestjes, dan wel vanaf 8 jaar. En als je even moet wachten, kan je je vermaken in de Game Corner met bijvoorbeeld Mario Kart of Duck Hunt. Hoe dan ook, een grote dosis spanning en sensatie bij Escape Room Time. Goed, zoals ik had beloofd, het wordt nog veel gekker. In deze aflevering vooruitblik zien wij een klok staan, net als vorige week, op 21:17. Tel je 2 en 1 bij elkaar op, heb je 3. Tel je 1 en 7 bij elkaar op, heb je 8. Samen 38, de leeftijd van Anna. Dat kwam ook al eerder terug, namelijk bij de groene vlaggetjes, de kleur van de mol. Dat waren er 38. Nou heeft Mollevi ook weer uitgevonden dat er op de ingang van de tribune van het Molympisch stadion, dat er daar 38 staat. Maar als we even teruggaan naar de eerste aflevering, een handje helpen, zien we daar op de tarotkaarten een set handen. Handje helpen met witte nagellak. Maar laten we waar zeggen, nou, zwarte nagellak op hebben. De enige met witte nagellak op hier is Anna. Ja, zouden de handjes hier ons helpen naar de identiteit van de mol? Het wordt nog gekker als Anna haar symbooltje gaat zoeken, het kroontje. Die kan zij niet vinden. Maar ze kijkt overal, ze spreekt iedereen aan, kijkt overal op de kettingen, behalve één persoon. Dat zien we hier, die loopt ze gewoon voorbij. En laten we even inzoomen, dat is, jawel, het kroontje. Bizar. Als dit geen molactie is, dan weet ik het ook niet meer. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de A. Mol, ja, het molteken, dat beetje, dat hoort normaal gesproken dan ook op de B te staan. Maar die staat hier op de A, dat kan helemaal niet. En daardoor staat er A mol, met de G-sleutel erbij, zelfs A G mol, Anna Chimbrere mol. Ja, in deze aflevering zien we ook een Mexicaan genaamd Anna, dat is al gek. Maar laten we even kijken wat voor fruit zij op haar ketting heeft staan. Jawel, een meloen. Meloen is een anagram voor een mol. We hebben hier dus letterlijk een mol Anna. Anna, een mol. En het is ook nog eens een anagram. Maar goed, mocht je nou niet in de Anna-tunnel zitten, is dit wellicht een wat minder leuke video. Dus ik heb ook nog allemaal hints naar de andere kandidaten. Voor iedere tunnel wat wils. Als eerste de reactie van Kees toen ze voor het eerst het orkest zagen. Dat was het eerste wat me opviel. Ik vond het echt heel grappig. Rosario is echt ontzettend enthousiast. Maar kijk even naar de reactie van Kees. Ik vind dit zo'n slecht geacteerde reactie. Ik vond het echt heel erg gespeeld overkomen. Alsof het komt uit het boek Acteren voor Dummies. Zo kijk je verbaasd in 5 simpele stappen. Ja, en Rosario, toch wel de jongste van de groep, die kent geen kinderliedjes. Ook deze hele opdracht lijkt een grote verwijzing te zijn naar Maestro, het programma dat hij heeft gewonnen. Fons is weer ontzettend aan het mollen, niet normaal. En Ilse die viel het op dat vader Jacob normaal in C gespeeld moet worden, maar nu in F wordt gespeeld. En F, Fons. Ja, en wat helemaal bizar is, is dat Fons zegt dat hij nooit rijlessen heeft gehad op een motor of scooter, weet ik veel wat, dat hij dat helemaal niet kan. Maar Jasper heeft zijn Insta gestalkt en zag daar dat hij in 2021 al zijn eerste motorrijles heeft gehad. Zeer verdacht, Fons. Ook nog een leuke hint naar Kees. Op de notenbalk staat 4-4, dat wordt aangeduid als C. Kees zegt, blijkt bij klassieke muziek, mol je niet. De grondtoon C, die kent geen mol. Dat is dus wel een erg goede hint naar Kees.
En daarover gesproken, Wesley die zag net als in aflevering 1 dat blauwe oog, nu een blauwe oog op de muur als de kandidaten aan dat tafeltje zitten. Dat zou een hele goede hint kunnen zijn naar Kees of Fons, een mol met blauwe ogen. Ja, heb jij nog een goede hint of theorie? Laat het zeker weten in de reacties. En over reacties gesproken, er waren weer een heleboel reacties voor de winactie. De winnaar komt nu in beeld. Gefeliciteerd! Deze week geef ik weer een setje tarotkaarten weg van de Seamshop. Wil jij die winnen? Laat dan even in de reacties weten wie jouw mol is en waarom. Vergeet niet om deze video te liken. Abonneer op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle hints en theorieën. En dan zie ik jou volgende keer weer bij een Wie is de Mol hints video. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei! Woesh. Heb je de mol gezien? Is het nu tijd voor Siem? Ieder weekend praten wij over de theorie. Vergezochte hints en de psychologie. Pak je molboekje erbij, want het is tijd voor Siem.